Goedemiddag. Namens de Stichting Sluitersteen, de gemeente Oude IJsselstreek, heet ik u welkom bij deze bijeenkomst ter gelegenheid van het leggen van struikelstenen voor Rosa, Godfried en Ella Wolf in de Heuvelstraat in Silvolde. In het bijzonder wethouder mevrouw Kok, en zij is tevens Logon Knoken burgemeester hier. Ver voor de Tweede Wereldoorlog woonden verschillende Joodse families in Silvolde, zoals Gans, Pop, Bamberg, Poppert en Wolf. Ze werden gerespecteerd in de gemeenschap en maakten volop deel uit van de samenleving en het verenigingsleven. Bijvoorbeeld de familie Gans, zoals u op de dia ziet. Isaac Gans trok in 1826 naar Silvolde als teller van de Varsveldse Joodse familie. In 1919 vertrok ze naar Den Haag, waar ze op een achttal adressen bij Joodse families werkte. Op haar 37e ging ze in de kost bij de familie Lewijt, waar hier in de Bergstraat in Silvolde. In 1913 moest hij op zijn 19e in militaire dienst. Op zijn verlofpas staat hij een paar keer met verlof, mocht maar niet in 1915, toen zijn ouders hun 25-jarig huwelijksfeest vierden. Paula Wolf, op de een of andere manier wist ze dat. En dan gaf ze een briefje mee of ze zou nog iets te missen hadden voor haar. En wij hadden haar dus altijd heel veel. En ik kreeg altijd wat voor hun dingen. En dan bracht ik haar dan altijd. En zo heb ik niet één keer, maar heel vaak gezien. Ja. En u hebt ook Godfried Wolf van dichtbij meegemaakt. Godfried heb ik ook meegemaakt, ja, die heb ik ook gekend. U hebt volgens mij ook gezien dat hij wegging van de Heuvelstraat en nooit meer terug is gekomen. Ja, dat heb ik gezien. Dat heb ik gezien, dat zo voor me dat hij wegging. En mijn vader zei nog tegen hem, Godfried, waarom ga je niet onderduiken? En ze zeiden, nee, dat wil ik niet, dat durf ik niet. Want anders halen ze misschien Paula en mijn moeder op. Ja, ja. En dus hij is gegaan en is ook vermoord. Ja, oké. Dank u wel. Dit is een mooi beeld trouwens van de kruidenierszaak van Stoltenborg. Die zat dus, dat is zijn moeder, hè? Dat is zijn moeder, ja. Ja. Is het aangrijpend of niet? Vindt u het aangrijpend of niet? Ja, ik heb zelf foto's ervan hoor. Ja, oké. Heel veel. Die winkel was dus onderaan de Heuvelstraat op de hoek met de Hulsweg. Drie jaar geleden werden op initiatief van Stichting Struikelstenen Oude IJsselstreek de eerste struikelstenen in onze gemeente gelegd. Er werden toen 18 struikelstenen geplaatst in Terborg. Daarna volgden 6 struikelstenen in Varsseveld en Westendorp en 3 struikeldrempels in Gendringen, Varsseveld en Terborg. Op plekken waar vroeger synagogen stonden. Vandaag plaatsen we hier in Silvolde de laatste 3 struikelstenen. We staan vandaag, hebben we natuurlijk net al in de kerk gedaan, bijzonder stil bij de vroegere bewoners van dit adres, Heuvelstraat 9. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heette het nog de Bergstraat, zoals we net hebben gehoord. En woonden hier de broer en zussen Godfried, Rosa en Ella Wolf. Hun oudere broer Louis woonde met zijn vrouw in Terborg. Voor hen zijn al eerder struikelstenen gelegd aan de Kramersweide in Terborg. Met deze struikelstenen houden we hun verhalen en hun geschiedenis levend. De Duitse kunstenaar Günther Demnig
begon in 2000, hebben we net gehoord, met de stenen. Hij noemde het struikelstenen, in het Duits heet het stolpersteinen, omdat je er met je hoofd en met je hart eigenlijk overheen struikelt. Je moet als het ware buigen als je wil kijken wat daar op de steen geschreven staat. En door een kleur en de lichtweerkaatsing zijn het echte blikvangers. En dat is nou echt ook precies de bedoeling. Letterlijk stilstaan bij de Joodse slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joden stelselmatig onmenselijk, gemarteld, vernederd en vermoord. Onder hen waren ook Godfried, Rosa en Ella Wolf. Dit mag nooit meer gebeuren. Met de struikelstenen herdenken we niet alleen de slachtoffers, maar we waarschuwen ook voor de gevolgen van antisemitisme, racisme en discriminatie. Opdat de geschiedenis zich niet herhaalt. Opdat wij niet vergeten. Dankjewel, Janine. Dan gaan we nu over tot het leggen van de stenen. En de stenen worden aangeboden door Gerrit Pennings, een vriend van de familie Wolf. Mijn naam is Gerrit Pennings. Ik ben in 1959 geboren, hier op de Lichtenberg. Bedankt voor de uitnodiging hier. Het gaat nu om deze drie struikelstenen voor Rosa, Ella en Godfried Wolf. Ik heb Rosa, Ella en Godfried niet mogen leren kennen, maar Paula, de zuster van hen. Paula woonde met haar moeder, hier achter mij, dat is niet meer te zien, en was bevriend met onze buren, de familie Dorrestein. Ik kwam als kind vaak bij de familie Dorrestein en heb zo Paula mogen leren kennen. Hier achter ons lag een smal weggetje en dan ging het zo links naar haar keukentje. Maar ging je een beetje rechtdoor, dan kwam je, zoals Paula zei, of dat noemde, haar prieeltje. Ik vond dat als kind al een fascinerend woord. Ik heb toen ik groter werd, vermoedelijk vanaf mijn 8e jaar, enige jaren Paula 2 keer in de week een krantje gebracht. Ik zorgde er meestal voor dat ik bij haar een thee mocht drinken en kreeg er vaak een koekje bij. Ik zeg dat bewust omdat het bekend was dat Paula het financieel niet zo goed ging, maar daar had ze tijd en wat voor over. Daarvoor en daarna heb ik vooral tijdens het Loofhuttenfeest, naar haar periode, ben ik daar naartoe gegaan en heb het enorm bewonderd. Dat was voor mij zoiets als verhalen uit de Bijbel voor mij zien gebeuren. Dus meer of minder in de realiteit beleven. Over haar vermoorde dierbare familieleden hebben wij helaas nooit gesproken. Wel heeft ze mij wel eens over burgemeester Boot verteld en dat hij jaarlijks van haar een cadeau kreeg. De echte details omtrent het waarom ze dat deed, heeft ze me nooit meegedeeld. Mijn ouders waren met de familie Wolf niet bevriend.
maar wisten wel dat de burgemeester bood dat het op een of andere manier gelukt was om Paula en haar moeder te redden. Achterna kan ik heel goed begrijpen dat Paula hierover nogal gezwegen heeft. Volgens mevrouw Tunter is Godfried Wolf om Paula en zijn moeder niet in gevaar te brengen niet ondergedoken en heeft zich bij het spoorstation in Terborg gemeld. Godfried liep dus op de 9e april vermoedelijk met zijn koffer hier de Bergstraat af naar beneden en heeft toen zich omgedraaid en afscheid genomen van zijn familie. Hij zwaaide en liep toen in richting spoorstation naar Terborg en wist waarschijnlijk wat er ging gebeuren. Wat heeft die Godfried een enorm offer gebracht? Wat een pijn en leed voor zijn moeder en Paula, die er mochten blijven en proberen moesten verder te leven. We kunnen ons niet voorstellen wat dit bijvoorbeeld voor Paula betekend heeft. Dus dat haar twee zusters en haar broer vermoord waren en zij leefde nog. Dat is vermoedelijk een enorme last voor haar geweest. Misschien heeft Paula ook geweten en gemerkt dat er in zijn volle omgeving nogal wat mensen leefden die helemaal niet blij waren over het feit dat er toch een paar Joden de Holocaust overleefd hadden. Mijn hartelijke dank voor het enorme werk wat jullie gedaan hebben. Iedereen doet het op zijn manier. Ik persoonlijk en ook mijn familie is er erg dankbaar voor wat jullie gedaan hebben. Het initiatief, Kerry, ook bedankt. Bedankt dat je de aanhouder wint. En ik geloof dat het een fantastisch stukje werk is wat deze stichting gedaan heeft. En we zien ook dagelijks hoe belangrijk het is dat jullie dat gedaan hebben. Bedankt voor het luisteren. Ik wil het bedankt. Dames en heren, dit was het wat hier betreft. U kunt nog even naar de Nederlandse Hervormde Kerk gaan voor de nazit.